Dit jaar worden er in verband met 75 jaar vrijheid veel activiteiten georganiseerd. Ook in Nijmegen zal vanaf de komende weken tot en met mei veel te doen zijn. Wiel Lenders is directeur van het Infocentrum Tweede Wereldoorlog. En samen met verschillende organisaties zorgt hij ervoor dat alle activiteiten onder de aandacht komen. Ja, dat zullen al die partijen natuurlijk zelf doen, ook met eigen persberichten. Dat was zo en dat zal ook altijd zo blijven. Tegelijkertijd worden al die activiteiten op het Infocentrum WO2 website geplaatst en doorgezet weer naar andere media. En ook doorgezet naar Nederland Herdenkt en naar Europe Remembers. Dus er zit een soort gelaagdheid in. En dat is ook eigenlijk een uitkomst van de samenwerking. Waar vroeger de partijen het individueel deden, gebeurt het nu collectief. En wij zijn eigenlijk het eerste doorgeefluik vanuit het Infocentrum Nijmegen WO2. Naast dat er diverse herdenkingen plaatsvinden, hoopt Lenders met andere activiteiten ook de jeugd te bereiken. Nou, dat is het Free Future project, dat werd net even genoemd. Waar zoveel jongeren betrokken zijn in de eerste week van februari bij dat hele programma om jongeren mee te nemen in de herdenkingscultuur. Niet alleen terugkijkend, maar ook naar die toekomst. Dat is heel groots. En dan een tweede groot moment vind ik natuurlijk toch de komst van bijna 2000 Canadese jongeren naar Groesbeek, Bergendal. Die daar de begraafplaats bezoeken, ook aanwezig zullen zijn bij de herdenking en ook het museum bezoeken. Dat zijn twee, even een capita selecta van twee grote momenten. De bedoeling is dat mensen zich gaan realiseren dat vrijheid heel erg belangrijk is. Lenders hoopt dat ook van de mensen terug te horen. Dat zij zich vooral realiseren hoe belangrijk dat thema vrijheid is. En dat kun je in woorden natuurlijk uitdrukken. Hoe vaak horen we het niet? Vrijheid is niet vanzelfsprekend. We moeten het koesteren. Maar bij evenementen, bij exposities, bij talloze activiteiten waar bezoekers participatief, dus ook nog actief meedoen, neemt dat engagement alleen maar toe. En dat willen wij natuurlijk. Ja, dat snap je, dat een directeur van het Vrijheidsmuseum die boodschap wel heel belangrijk vindt.